Er is de afgelopen tijd ontzettend veel nieuwe hardware gepresenteerd en we zitten nog steeds middenin. Maar ja, al deze producten zijn best wel prijzig en wat nou als je een niet al te hoog budget hebt? Maak je geen zorgen, ik heb een complete game PC weten samen te stellen voor 500 euro waar je lekker ook nog eens mee kan streamen. Yo, dit is Marco van TechTime en tof dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ja, we hebben dus weer eens keer een koopadvies voor een game PC. En het is alweer even een tijdje geleden dat we er eentje hebben gedaan van 500 euro. 500 euro is een heel net bedrag voor net een hele leuke instap game PC. Maar ben je nou bijvoorbeeld iemand die lekker van e-sports titels houdt, zoals bijvoorbeeld Fortnite, Overwatch, CSGO of Valorant, beetje zulke titels, dan kom je met deze PC echt een heel eind. En wil je nou lekker gaan streamen naar Twitch of YouTube, dan is dat met deze PC ook geen enkel probleem. Dus, 500 euro. We gaan lekker aan de slag. En ik zou het heel tof vinden als deze video dan vast een duimpje omhoog geeft. En ben je nog niet geabonneerd op het kanaal, doe dat dan ook even zeker. En zet dat belletje aan. En vertel mij ook even wat je trouwens van deze set vindt. Het is een beetje aangepast. Nieuw verfje aan de muur. Dus laat even weten. Als je wat tips voor me hebt, let me know. We beginnen maar even lekker met je processor en dat is een van de belangrijkste chips van een PC. Ja, je moet wel even een lekker krachtige processor hebben, maar dan niet eentje dat je gelijk al helemaal blut bent. Ja, je kan weliswaar kijken naar AMD, maar dit keer gaan we over naar Team Blauw. Dit hier is de Intel Core i3-9100F. Wow, dat is echt heel lang geleden dat we een Intel CPU hebben aanbevolen in het koopadvies. Maar voor dit budget is Intel nog wel een van de beste keuzes om lekker mee te gaan gamen. Deze Intel Core i3 is goedkoper dan de AMD Ryzen 3 3100 en heeft daarnaast ook nog eens 4 cores. Hij is geklokt op 3,6 GHz en heeft een turbo naar 4,2. En hij wordt ook nog eens meegeleefd met een processorkoertje. Ja, oké, die dingen van Intel zijn weliswaar niet een van de allerbeste. Maar hey, het wordt gekoeld, zit er gratis bij, scheelt weer budget. En de Intel Core i3-9100F is zeker een hele leuke processor voor gaming. Laten we dan wel even zo zeggen dat Intel nog wel beter is voor gaming PC's dan AMD. Maar wil je nou echt diehard gaan video editen, dan heb je wel meer profijt met AMD. Maar ja, in dit geval, AMD is wat duurder dan Intel. Dus we prikken hier een lekkere Intel processor in. En we willen natuurlijk wel een lekker mooi moederbordje om alle hardware op aan te sluiten. Ja, je kan wel heel erg lekker gaan bezuinigen op je moederbord. Maar wat nou als je net wat meer functionaliteit wil hebben, dan moet je weer extra dingetjes gaan kopen en dat schiet dan allemaal ook niet meer op. Dus we hebben even gekeken naar wat is nou een goed moederbord voor een best wel leuke prijs voor deze Intel processor. Nou, toen kwam dus uit bij deze ASRock B365M Pro 4. En dit is een micro ATX moederbord die toch wel lekker uitgebreid is. Oké, micro ATX, dus hij is wat kleiner dan ATX, maar op zich is het wel een heel leuk bordje. Zeker ook als je later wil gaan upgraden, dus wil je nou extra geheugen erbij gaan plaatsen, dat is zeker mogelijk. Je hebt hier 4 geheugensloten en we gaan er zo meteen al 2 bezet maken. Voor de rest, voldoende ruimte voor je hardware, prik er even een leuke videokaart in of eet wel een M.2 SSD. Dat is allemaal mogelijk. RGB-verlichting is eigenlijk niet nodig hier. Houd het gewoon lekker strak, houd het lekker simpel. Als je nou echt RGB-verlichting nodig hebt, investeer dan even wat extra. Maar daar gaat echt niet je prestaties beter van worden. Geloof me, dat zal niet zo het geval zijn. Ga door naar het volgende onderdeel en dat is het geheugen. En je wil wel dat er voldoende geheugen in jouw PC zit. Ik heb dan niet over opslaggeheugen, maar ik heb dus over je RAM. En op zich, die prijzen van geheugen is echt keihard naar beneden gegaan. Daarom is het nu ook mogelijk om een kitje van 16 GB erin te gaan prikken. Waarom hebben we nou gekozen voor dit geheugenkitje van Corsair? Heel erg simpel, super stabiel geheugen, goede kwaliteit en ook een hele lange garantieperiode. Ja, het is wel zo, hij is hoog geklokt, maar gaat dus teruggeklokt worden, ga je op zich niet merken. En het blijkt namelijk dat dit kitje ook goedkoper is dan een kitje die wel rechtstreeks op het moederbord gelijk 100% goed geklokt is. En wil je nou later alsnog gaan upgraden naar bijvoorbeeld een AMD Ryzen, ja, dan heb je gelijk al geheugen wat al een stuk hoog geklokt is. Dus hey, win-win situatie. 16 GB RAM, DDR4-3200 is zat voor deze PC. Het geheugen gaat wel langzamer geklokt worden, maar dat zou je eigenlijk niet echt moeten merken in je prestaties. Natuurlijk moeten we ook even al onze bestanden gaan opslaan. En omdat we een 500 euro budget hebben, was het echt even passen en meten wat gaan we hier nou precies mee doen. Voordat ik het ga vertellen welke we gekozen hebben, wordt het ontzettend gewaardeerd als je even een duimpje omhoog achterlaat. En zorg ook voor dat je geabonneerd bent en zet dat belletje aan. En dan ga ik je nu gewoon bij deze vertellen welke SSD we hebben gekozen.
Dit hier is de Kingston A400. Het is wel zo dat dit een 2,5 inch SATA SSD is, dus die prik je niet rechtstreeks op jouw moederbord. Daardoor is hij dan ook wel een klapje langzamer, maar in de praktijk merk je vrijwel geen verschil. Je PC zal supersnel opstarten, samen met ook nog eens je games. En je kan heel snel in je game gaan om ondertussen lekker kopjes te gaan knallen. Het is een prima dingetje, een van de goedkoopste op dit moment op de markt. En het is gewoon 500 gig. Voor nu wel even een goede start om mee te gaan beginnen. Wil ook rekening mee gaan houden dat we later nog eens kunnen gaan uitbreiden met 1 extra hardware. Dus een goede voeding is wel zeker een must. We hebben gekeken naar een voeding die qua prijs- en prestatieverhouding heel goed op orde is. En toen kwam uit bij deze voeding van Be Quiet, de System Power 9 van 500 watt. Ja, hij is niet modulair, ik weet het. Maar voor zijn prijs is het wel een hele goede budgetvoeding. En 500 watt is zeker genoeg wil je later een krachtige videokaart in prikken. Moet niet gelijk denken aan een RTX 3080 trouwens, want daar is deze voeding dan weer niet helemaal geschikt voor. Maar op zich, om lekker mee te gaan beginnen, is dit wel een hele leuke voeding. Het is ook een hele stille voeding, 80 plus brons gecertificeerd. Helaas niet gold, maar het maakt niet zo heel veel uit. Qua efficiëntie is het toch wel goed op orde. Eigenlijk is het gewoon een hele leuke instapvoeding voor een van je eerste PC's. Je kan altijd nog kijken voor een zwaardere klap of een wat zwaarder blok. Ik denk dat de meesten van jullie toch wel genoeg hebben aan deze voeding. Standaard zit er ook al twee PCI Express stekkers erop. Dus je kan sowieso je videokaart al voorzien van voldoende stroom. Nou ja, we gaan nog even door naar het volgende onderdeel. En dat is dus de behuizing. En zoals ik altijd al heb gezegd, een behuizing is een compleet persoonlijke keuze. Je moet echt zelf bepalen wat er op of onder jouw bureau komt en waar je al je hardware in gaat mieteren. Maar ja, je moet ook even kijken of je wel een goede behuizing gaat nemen. Want je kan wel zo'n behuizing nemen van een paar honderd euro. Maar jouw behuizing gaat er echt niet voor zorgen dat je lekker op hoge resolutie kan gamen. Nou, we hebben dus een budget van 500 euro. Dus ik heb een beetje gekeken wat er op de markt is. Ja, het is er gewoon weer. En deze behuizing die ken je wel. Die heb ik afgelopen koopadviezen al heel vaak aangeraden. De Antec NX100. USB 3.0 aan de voorkant, samen met de gangbare audio jacks. Je voeding zit ook nog eens verstopt in de aparte kooi. En er zit ook al standaard al één case van meegeleverd. Ja, het is gewoon een prima basiskastje. Niet heel uitgebreid, maar toch wel goed afgewerkt. Heel erg netjes. Dat voor rond de 35 euro. Dat zie je echt niet vaak meer tegenwoordig. Dan gaan we over naar het allerlaatste onderdeel van dit koopadvies. En dit is ook gelijk het allerbelangrijkste onderdeel. Want dit is jouw videokaart. En deze videokaart moet er wel voor zorgen dat je op best wel leuke settings jouw favoriete games kan spelen. Maar bijvoorbeeld op Full HD op hogere framerate is hier geen enkel probleem mee. Ja, Fortnite. Ik weet, er gaan reacties komen. Fortnite zal deze PC met gemak aankunnen. Zelfs op ultra settings zou het geen probleem moeten zijn. Ik heb het hier dus over de Gigabyte GTX 1650 Super. De GTX 1650 Super heeft 4 GB VRAM en is ook zeker geschikt om lekker mee te gaan gamen. Houd er ook nog eens rekening mee dat we expres gekozen hebben voor de Superkaart. De 1650 Super heeft ook nog eens een ingebouwde NVENC encoder die je ook nog eens kan vinden bij de RTX kaarten. Daar ga je echt heel veel profijt van hebben als je bijvoorbeeld wil gaan streamen. Dan merk je ook dat jouw frame drops een flinke klap lager zijn. Haal je net even meer FPS in je streams en ondertussen kan je gewoon lekker gaan gamen en kopjes gaan knallen. Voor de rest, deze videokaart is ook nog eens lekker stil. Heeft ook voldoende aansluiting aan de achterkant en je kan er ook lekker de komende tijd mee vooruit. Hij is lekker stil, presteert ook als een malle moer en is dan zeker ook geschikt voor de meeste gamers onder jullie. Als je dit dus alles onder elkaar zet, heb je dus een heel tof game PC'tje voor 500 euro. Ik weet dat er ondertussen al heel veel nieuwe producten aan zitten te komen. We hebben bijvoorbeeld al de 10e generatie Intel processors en de volgende generatie AMD Ryzen komt er al aan. En de RTX 3000 serie begint er ook al langzaam uit te komen. Dus ja, kan je nou niet wachten? Dan heb je hier alsnog een heel leuk PC'tje ermee. Maar heb je zoiets van, joh, ik kan nog wel even doorsparen? Doe dat dan ook zeker. Dan heb je er later veel meer profijt mee. Wil je al deze producten nog gaan aanschaffen? Ik zal je even helpen. Alle links staan natuurlijk in de beschrijving. Het kan zijn dat de prijzen wel iets verschillen vergeleken met de prijzen die je net zag. Ligt gewoon compleet aan op wanneer deze video is opgenomen en wanneer jij op die linkjes klikt. Als je ons verder wil helpen, geef deze video dan even massaal een duimpje omhoog. Want YouTube vindt het blijkbaar heel erg leuk als er heel veel duimpjes omhoog worden gegeven. En ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Doe dat dan ook zeker. Ik weet dat ongeveer 2/3 van jullie niet geabonneerd is. Dus klik even op die abonneerknop en zet dat belletje aan. Is maar 2 seconden werk en kost helemaal niks. En je helpt ons er ook nog eens bij. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video.
Bedankt voor alle support. En ik check je heel graag morgen weer bij een gloednieuwe video hier op TechTime. En zoals altijd zeg ik weer, tot techs!